En wat heb ik dan zoal gescoord dit keer bij Volt 13? Nou, ik kreeg in ieder geval deze poster van Spider-Gwen, de Ghost Spider. Altijd heel leuk. Ook weer de bekende Volt 13 boekenleggers. De, de Catwoman. Deze vind ik heel erg vet. Silver Surfer en Thanos. dan nog... Uh... Deze weet ik eigenlijk niet wie het is. Ik weet ook niet alles, hè. Het zal wel Moon Knight zijn of zo. Oh nee, dit is natuurlijk uh, Darth Maal, of niet? Nou, nah, anyways, uh, de leuke boekenleggers. Uh, ook uh, weer uh, stickers. Hé, hey, dit lijken wel nieuwe stickers. Die Infinity Gauntlet. Vast een Green Goblin. Ja, nieuwe stickers. Nah, een soort van Deadpool... Nice, nice, nice. Ja, um, yeah, uh, voor wie mijn kanaal al een tijdje volgt, uh, weet wel dat ik uh, lichtelijk fan ben van uh, Volt 13. Het is een hele leuke winkel uit Venlo en ja, uh, yeah, ik bestel daar met enige regelmaat wat uh, comics. Uh, gratis erbij dit keer de Marvel must-haves met onder andere Uncanny Avengers, Captain America en Daredevil. En ook deze, die had ik vorige maand eigenlijk ook al, de Free Marvel must have. Dus die, uh, die kan ik nu iemand anders blij mee maken. En dat geldt ook voor deze Bloodhunt Diaries. Die, uh, die ik ook al heb en die ik gelezen heb en die echt fantastisch is. Nou, wat had ik uh, deze maand nog gekocht bij... Uh... Bij Volt 13. Deze Void Rivals nummer 8. Ik heb de tweede Paperback. Die gaat tot de nummer 6. Nummer 7 heb ik bij CIA gekocht. Dus ik dacht dan koop ik nummertje 8 maar. Bij mijn vrienden van Volt 13. Uh, deze Power Girl had ik ook uh, een paar nummertjes gemist. Dus deze variant heb ik dan gevonden. Bij... Uh, is trouwens een, een Jay Lee en... June Chung variant, die heb ik dan gevonden bij bijvoorbeeld 13 en ook uh, deze van nummer 4 hadden zij nog liggen en dit vind ik wel een hele mooie en die is getekend door Dustin Nguyen, hoe je het ook uitspreekt. Hè? Deze vond ik ook wel vet, Girl Power, dus nummertje 3 had ik ook gemist, dus ja. Uh, dan had ik ook nog een paar, Justice League versus Kong. Godzilla vs Kong um, gemist. En ik heb vanavond naar de Godzilla Kong film. Dus dit komt precies op tijd. Dit is nummer 5. Nummertje 4. Ik geloof dat dit dan nummer 3 is. Ja, en 1 en 2 had ik al. En uh, nummer 6, die zat alweer bij mijn CIA bestelling. Ultimate X men nummer 2. Die ga ik zo meteen even lezen. Peach, Peach Momoko. Ik was heel erg onder de indruk van deel 1. Dus. Uh... Deze die wil ik heel graag lezen. Dan heb ik hier ook nog uh, deze. Nummer 2 van X-Men 97. Ja, de serie op Disney Plus is echt fantastisch. Dus ga daar kijken. Uh, nummer Thunderbolts. Nummer 4 ook alweer. Vet cover. Hier met Doom ook. Dus uh, ja. Vind ik, vind ik erg tof. En dan nog. Uh, Daredevil Gang War nummer 4, die had ik uh, nog niet uh, gekocht. Spider-Woman nummer 5, dat is volgens mij alweer na de Gang War. Uh, Ultimate Black Panther nummer 2. Vette cover trouwens. En um, wat hebben we nog meer? Oh ja, deze, de facsimile uh, foil edition van de Marvel Super Heroes Secret Wars nummer 4. Een hele vette, vind ik dan. Uh, trading card variant. The White Queen op, uh, door Greg en Tim Hildebrand uh, en ik zag een post voorbij komen op uh, Facebook ook van Greg Hildebrand die zijn uh, gitaar is showt super tof uh, Greg en Tim Hildebrand en uh, The White Queen het is X-Men nummer 33 ja ik vind hem fantastisch sowieso en als laatste maar zeker niet least uh, Ranger Academy nummer 6. heb ik die ook weer compleet nou, tot zover. Mijn aankopen deze maand bij Volt 13. En er uh, volgt vast binnenkort weer uh, een leuk filmpje, ook met mijn aankopen nog van vorige maand van CIA. Comics Import Amsterdam. En ja, daar bestaat toch ook iedere maand wel het nodige. Dus. Dat filmpje zal er ook snel aankomen. Tot zover deze aankopen bij Voltse Team. Vond je het een leuke video? Druk even op like en uh, wil je geen video's van mij missen? Abonneer je op mijn kanaal. Een fijne dag nog en tot de volgende vlog.